Yassir Hamdani, je eerste wedstrijd opnieuw Zuid, gelijk in de basis en gelijk man of the match. Hoe doe je dat? Ja, ik weet het niet. Het mooier kan het niet worden in principe, toch? Nee. En gelijk winnen met 2-1. Ja, dat is in principe het belangrijkste natuurlijk. Daar ging ik ook voor de 3 punten. Na het verlies van vorige week bij Lister. Maar alleen zit nog steeds op de dus, wachten. Nee, 3 punten. Met onze mensen mooi meegenomen natuurlijk. Bij mijn competitiedebuut. Kind zat te dus, wachten. Ja. Lekker. Ja. Wat was dit voor wedstrijd? Het was in het begin even wennen, want je weet, niet, ja, je weet ongeveer wat Sneek gaat doen, maar niet precies natuurlijk. Dat is altijd afwachten. En vervolgens hadden we zware overhand. En moet toch gescoord worden. Helaas valt hij heel lullig bij ons achterin. Kom met 0-1 achterstand. Heel veel kansen gehad op een gegeven moment. Hele goede corners van Gini. Veel kansen gehad. Tweede helft hadden we gewoon tegen elkaar gezegd, deze mag je gewoon niet verliezen. Ja, tweede helft volle bak. En dat gebeurde ook. En dat gebeurde. Je wint hem zelfs. Precies dat, ja. Ja. Je bent net nieuw bij Quick Boys. Hoe bevalt het? Heel goed. Ik werd goed opgevangen door de jongens toen ik kwam. Het was voor mij heel spannend. Het was mijn eerste keer eigenlijk in heel mijn leven dat ik ben overgestapt naar een andere club. Altijd een jongen van Jodan Boys geweest? Altijd een jongen van Jodan Boys geweest inderdaad, ja zeker. En die jongens vingen me heel goed op. Ik wist wat voor publiek het is, wat voor club het is, wat een grote club het is. Natuurlijk al wat gesprekken gehad hier van tevoren. Vorig jaar gespeeld ook inderdaad. Ja. Dus ik wist al een beetje wat ik te wachten zou komen staan. Maar valt me prima. Kende je al jongens? En zijn dat ook jongens waar je mee optrekt nu, op dit moment? Waar ik nu mee optrek? Ja? Binnen Quick Boys? Binnen Quick Boys, iedereen, ja. Alle... Maar kende je ook al jongens van hiervoor? Ik kende Mootje, hoe zit die? Die kende ik via toen hij vroeger zelf voetbalde nog. En daar had ik hem met het gezin een handje gegeven, wat meer gesproken inderdaad. En toen thuis bij Jodan Boys ook meer gesproken, na de wedstrijd gewoon. Dus, toen was het al een beetje bekend dat jij hierheen zou komen, of waren er toen wat gesprekken? Of voor de wedstrijd? Bedoel je voor de wedstrijd? Ja, nee. Pas na de wedstrijd van Jodan Boys was pas interesse van... Althans, waarvan ik op de hoogte was dat het interesse was van Quick Boys. Anders had je wel wat minder je best gedaan die wedstrijd misschien. Nee, dat niet. Hey, ga lekker van de overwinning. Ja, dankjewel.